deze nieuwe video. Als je weer een beetje een achtergrondgeluid hoort, ik heb weer mijn ventilator aanstaan achter de camera, want anders smelt ik weer dood. Vandaag weer een hele leuke video, dat zeg ik bij elke video, maar al mijn video's zijn leuk natuurlijk. Ik ga me vandaag opmaken met allemaal mini travel size make-up. Ik heb dit soort video's ook wel vaker gezien op YouTube en ik dacht ik ga dit ook doen. Helaas heb ik echt letterlijk geen enkel travel size product. En toen kwam bij Douglas 25% sale en toen heb ik van alles mini size travel size make-up gekocht. Je zou denken dat als het klein is, het een stuk goedkoper zou zijn. Maar het was op zich nog best duur. Alles was samen echt 140 euro. Dus ja. Maar ja, obvious, als je het grote product moet betalen, dan is dat echt een stuk duurder. Er zijn best wel veel merken die mini-size producten verkopen. Zoals MAC, Too Faced, Becca, Benefit. En dat zijn allemaal best wel dure make-up merken. Dus mocht jij nou gewoon iets eerst willen proberen of wat dan ook, vergeet dan niet dat er heel vaak gewoon mini-size producten varianten van zijn. Oh, by the way, wat ik ook even snel wil vertellen. Aanstaande woensdag is de lancering van mijn nieuwe product van Sarah Marie Cosmetics. De eerste twee kwastensets zijn super goed gegaan. Ze zijn nog gewoon te koop. Die zijn gewoon altijd te koop. Dat is gewoon een vast product in mijn assortiment. Dus mocht je nog op zoek zijn naar goede make-up kwasten, de link staat beneden in de beschrijving. En er komt dus aanstaande woensdag een nieuw product. Super excited! Dus stay tuned! En laten we dan nou gewoon snel gaan beginnen met alle mini-size productjes. Oké, ik ga denk ik eerst beginnen met mijn gezichtsmake-up en dan pas mijn ogen. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Van Too Faced heb ik hier een hele leuke set. Dit zijn Jared's favoriete producten. Hij is de co-eigenaar van Too Faced en dit zijn een aantal van zijn favoriete producten. Hier heb je dus een oogschaduwprimer, een gezichtprimer, een mascara en een bronzer. Too Faced is erg duur en dit zijn best wel veel kleine producten voor een best wel goede prijs. Iets van rond de 20 euro. Dus ik vond dit echt best wel betaalbaar. Dus ik dacht, ja, ik ga zo een set halen, want het scheelt echt superveel geld, obvious. Dus ik ga eerst mijn gezicht primen met de primer die hierin zit. Dit is de mini variant van de Too Faced Hangover Primer. Dit schijnt echt een hele fijne primer te zijn. Dus ja, ik ben benieuwd. Hij is wel super cute. Echt lekker klein. Handig voor op reis. Het is gewoon zo wit. Dat breng ik dan gewoon zo aan op mijn hele gezicht. Hij ruikt best wel apart, maar wel een lekkere geur. En ik moet zeggen dat hij inderdaad aanvoelt als een hele fijne primer. Ik denk dat ik wel snap waarom iedereen hem zo fijn vindt. Het is een beetje een dikke crème substantie. En hij plakt zo. Ja, ik denk dat ik het wel begrijp inderdaad. Wauw, ik ben echt een beetje impressed. Hij voelt echt heel fijn aan. En hij heeft ook gewoon mijn gezicht een beetje zo gehydrateerd. I like it. Voor foundation heb ik de mini benefit variant van de Hello Happy Foundation in de kleur 6. Dit is de medium dekking foundation van hun. Die is nieuw. Ik heb hier twee van de grote varianten en dit is dan de kleine. Ik heb hier kleur 6 en 4. 6 is te donker, 4 is te licht. Dus ik wilde kleur 5 pakken, maar die was er niet. En dus heb ik maar kleur 6 gepakt. Benefit heeft echt van bijna alles een mini variant. Ah, kijk, dit is wel echt super cute. Kijk het verschil. Zo vader en zoon. In de grote zit 30 milliliter. En in de kleine zit 10 milliliter. Ik moet wel zeggen, qua prijs is hij obvious een stuk goedkoper. Maar qua verhouding betaal je wel vaak iets meer voor iets minder product. Om het mee aan te brengen heb ik nog iets mini. Ik heb hier de mini beauty blender gekocht. Kijk hoe klein deze zijn. Ik heb ze in het heel licht roze en je krijgt er twee. Wat ik wel apart vind is dat deze zijn even duur als een normale beauty blender. Ze zijn allebei gewoon 20 euro. Ik had dan nou sale, dus ik heb 15 betaald. Maar ja, ze zijn dus niet goedkoper of zo. Vind ik wel apart. Maar je hebt er wel twee. En hier ga ik dus nou mijn hele make-up mee aanbrengen. Dit is echt super klein. Ik ga ze wel even nat maken. Ik ben zo terug. Nou is hij wel ietsje groter, maar nog steeds wel echt heel klein. Dus dit gaat een uur duren. Ik breng een beetje foundation erop aan. En dan ga ik dit gewoon helemaal zo aanbrengen. Oh mijn god. Dit is wel echt, echt heel klein. Approximately 10 hours later. Nou, 100 jaar later zit de hele foundation erop. Ik had misschien kleur 4 moeten kopen. Dit is wel echt te donker, maar ik dacht dat ik zelf bruin erop zou hebben. Want normaal heb ik die op.
Maar vandaag heb ik dus geen zelfbruiner op. Net vandaag. Terwijl ik net nu het wel zou moeten hebben. Wat ik wel fijn vond is dat hij zo klein is. Dat ik zo makkelijk zo om mijn wenkbrauwen heen kon. Dat is wel fijn. Voor concealer heb ik de travel size versie van de Too Faced Born This Way concealer. Ik heb hem in de kleur Snow. Dat is de op één na lichtste kleur. Maar ze verkochten online maar 3 kleuren in de mini versie. En de medium kleur die ik zou moeten hebben was uitverkocht. En dan had je nog een hele donkere kleur. Maar ja, die is te donker voor mij. Dus heb ik maar Snow gepakt. Hierachter staan ook alle kleuren. En hier is Snow. Dus letterlijk vanaf de lichtste kleur is de tweede Snow. Dus ja, ik heb een te donkere foundation en een te lichte concealer. Maar misschien kunnen ze elkaar zo een beetje normaal maken. Zo ziet hij eruit. De Too Faced Born This Way Concealer schijnt ook een hele goede concealer te zijn. Hij heeft echt een volledige dekking. Super coverage staat er ook echt op. Dus heel veel dekking. Dus ik ben benieuwd, daar hou ik altijd wel van. Dit is de applicator, vind ik ook wel fijn. Dan ga ik gewoon een beetje aanbrengen. Ik breng niet zoveel aan als normaal, omdat dit gewoon echt een hele lichte kleur is. Dus ja, je kunt er ook mee contouren en zo. Als je gewoon een iets donkerdere kleur pakt. Daarvoor heb ik hem ook een aantal keer gezien bij mensen. En dan gebruik ik de schone kleine mini beauty blender om de concealer in te blenden. Ik denk dat deze wel fijn is voor concealer, want hij is zo lekker klein. Dus je komt zo lekker makkelijk zo onder je ogen en zo. Dat is wel fijn op zich. Nou, dit ziet er nou echt heel raar uit, maar het komt helemaal goed. Als poeder heb ik de Too Faced Born This Way mini poeder. Dit is een loose powder in de kleur Translucent. En je hebt hem obvious ook in het groot. En ik heb hem dus hier in het klein. Ziet er echt prachtig uit. Kijk, je krijgt 1,5 gram. En heel deze poeder schijnt ook heel goed te zijn. De hele Too Faced Born This Way range schijnt gewoon echt goed te zijn. Maar ik had nog echt gewoon bijna geen Too Faced producten. Dus ik vind deze video wel leuk, zodat ik ook dat merk een beetje kan proberen. Dit is dan een beetje de kleur. En ook deze ga ik weer aanbrengen met deze mini beauty blenders. Ik vond hem voor concealer best wel fijn op zich. Want je komt zo makkelijk zo hier zo in de hoeken en zo. Maar ja, of ik hem echt ga gebruiken, nee, want het kost je echt 100 jaar. En dan de poeder er een beetje afhalen. Hele mooie poeder. Hele mooie poeder. Ik vind de concealer mooi. Ik vind de poeder mooi. Ik vind de foundation mooi. Ik vind de primer super fijn. Super fijn. Ik vind de Too Faced Born This Way echt. Ik ben echt een beetje impressed. Ik vind echt hele fijne, mooie producten. I like it. Ik denk dat ik zeker de full size ga halen, mocht alles op zijn en zo. Dan ga ik ook mijn gezicht contouren met deze kleine NYX contourpoeder. Dit is de kleur Sienna. En dit is 2,7 gram. Deze kun je gewoon zo los kopen, zijn ook niet heel duur. Dan pak ik weer een beetje van mijn losse poeder. En dan breng ik die ook een beetje aan hier zo bij mijn neuscontour. Om die iets meer te laten inblenden met de huid en zo. Oké, dan een beetje MAC Fixing Spray om het allemaal een beetje mooi in elkaar te laten smelten en het beter te laten zitten. En ik heb ook een kleine variant van de MAC Fix Plus. Deze is nieuw, ze hebben nou allemaal van dit soort geurtjes. Ik wilde eigenlijk een andere hebben, maar die was uitverkocht, dus heb deze gepakt. En dit is de variant White Tea. Dit is de normale grootte van de MAC Fix Plus. In de normale zit 100 ml en in de kleine 30 ml. Super verfrissend. Ik vind die white tea geur ook wel lekker. En dan doe ik ook altijd de fixing spray een beetje zo indrukken in mijn huid met de onderkant van mijn beauty blender. Dus ik gebruik daarvoor dan ook gewoon nou deze mini beauty blender. Oké, dan gaan we beginnen aan de ogen. In deze Too Faced set zit ook deze oogschaduw primer. Dit is de Too Faced Shadow Insurance primer. Er staat op het 24 uur anti-crease oogschaduw primer. Dus ik ben benieuwd. Hier zit 5 gram in. Dit is de kleur, een beetje zo'n nude kleur. Dan breng ik het gewoon zo aan over mijn hele oog. Nou, hij doet in principe wat ik altijd wil van mijn oogschaduwprimer. Hij maakt alles een beetje licht en egaal. Je ziet dat verschil wel. Hier is het nog helemaal donker. En hij plakt ook een beetje. Dat is ook fijn, want dan blijft de oogschaduw er lekker fijn op plakken. Ik heb hier van Wet n Wild deze 3 kleine oogschaduwpaletjes. Dit is geen mini variant van een groot paletje of zo. Dit zijn echt gewoon de volledige oogschaduwpaletjes. En ik vind ze super cute. Wet n Wild is te koop bij Boozy Shop. En ik ga eerst beginnen met dit paletje. Deze heet Hasta La Costa Baby. En dit zijn de iets feldere kleuren. En ik pak deze bruine transitiekleur. Ik gebruik de grootste fluffy kwast uit mijn Sarah Marie Cosmetics ogenset. Dan ga ik deze kleur aanbrengen
in de crease. Ik heb de oogschaduwpruimer nou al wel even op en hij creased inderdaad helemaal niet. Nou, onderhand zouden de meeste al wel een beetje creasen, maar deze doet dat inderdaad niet. Dat is wel apart. Dan pak ik dit paletje, die heet Stop Ruffling My Feathers. En dan pak ik hier ook de matte transitiekleur. Dit is een iets donkerder bruine kleur. En met dezelfde kwast ga ik deze dan ook aanbrengen in mijn arcadeboog. Dan pak ik weer mijn Too Faced Concealer om een halve cut crease te maken. Daarvoor pak ik de platte synthetische kwast uit mijn collectie. Zo, ik heb de cut creases niet te hoog en te extreem gemaakt. Gewoon een beetje normaal. Dan pak ik dit paletje, die heet Vlog Party. Dan pak ik deze prachtige glanzende gouden kleur. Ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus. Deze breng ik aan zo op mijn ooglid van het begin tot het midden ongeveer. Deze paletjes van Wet n Wild zijn by the way echt super betaalbaar en super fijn. Je hebt hem ook in een iets grotere variant. Die heb ik hier ook en ook die is super fijn en ook heel betaalbaar. Dus ik raad deze allemaal echt zeker aan. Kijk hoe mooi dit allemaal is. En dan pak ik weer het paletje Hasta La Costa Baby. En dan pak ik deze prachtige glanzende paarse kleur. En deze breng ik dan zo aan daarnaast. En dan richting de buitenste hoek. Van het Stop Ruffling My Feathers paletje pak ik weer deze donkere transitiekleur. En daarvoor gebruik ik mijn platte fluffy kwast. En deze ga ik nog zo hier zo aanbrengen in de buitenste hoek om het in te blenden met de paarse kleur. En diezelfde donkerbruine kleur breng ik dan zo ook aan op mijn hele onderste wimperrand van begin tot eind. Breng ik ook nog even snel een bruin oogpotloodje aan in mijn waterlijn. Dit is de Kiko Long Lasting Eyeliner in de kleur 4. Dan pak ik weer het Hasta La Costa Baby paletje en dan pak ik deze hele lichte crème glanzende kleur. En die breng ik dan zo aan in mijn binnenste ooghoek. Dan is de oogschaduw klaar. Dan ga ik een winged eyeliner maken met de mini versie van de Benefit Roller Liner. Deze is echt super fijn, by the way. Dit is echt de beste eyeliner ever. Ik heb hem in de kleur zwart. Je hebt hem in het bruin en in het zwart. En dit is hem dan zo lekker klein. Dit is de normale. En dit is de mini versie naast elkaar. In de normale krijg je 1 milliliter. En in de kleine 0,5 milliliter. Dus letterlijk de helft. En hier is de bruine variant voor de mensen die van bruine eyeliner houden. Voor mascara heb ik 2 mini mascara's. Hier in dit Too Faced pakketje heb ik ook een mini mascara. Dit is de Too Faced Better Than Sex mascara. Schijnt echt een van de beste mascara's te zijn, maar ik heb hem nog nooit gebruikt. En Douglas had die dag een actie. Als je 2 Too Faced producten kocht, dan kreeg je een mini versie van hun nieuwe Too Faced Damn Glow mascara. Deze is dus echt net nieuw. En die schijnt echt 24 uur lang goed te blijven zitten. In de Better Than Sex zit 4,8 gram. In de Too Faced zit 6 milliliter, dus dat is iets meer product. Omdat veel mensen de Better Than Sex al kennen en de Damn Girl net nieuw is, ga ik die proberen. Zo ziet hij eruit, super groot. Bij mascara's, elke mini mascara heeft alsnog een even grote borstel als de normale versie. Die wordt nooit verkleind. Zo, hij is wel echt huge. Maar ik blijf het echt in elke video herhalen, mensen. Ik heb echt bijna geen wimpers. Oh, wauw. Hij maakt mijn wimpers echt mooi. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk, je kunt ze gewoon een klein beetje... Ja, door de eyeliner kun je ze nou ook niet echt goed zien. Maar ik zie wel echt verschil. Oh mijn god, ik ben echt in shock. Kijk mijn wimpers. Ze staan gewoon oprecht een beetje omhoog. Terwijl mijn wimpers zijn belachelijk. Ze gaan nooit omhoog. Nou ben ik stiekem ook een beetje benieuwd naar de Better Than Sex. Dus ik ga die gewoon doen bij het andere oog. De applicator lijkt op die andere, alleen is hij iets minder groot. Maar wel een beetje zo diezelfde vorm. Wauw, ook deze is echt super goed. Oh, ik ben echt een beetje in shock. Tot nu toe was mijn favoriete mascara de Benefit Bad Girl Bang. Maar deze twee overtreffen echt allebei. Nou snap ik waarom die hype zo groot is en waarom iedereen ze zo geweldig vindt. Ik zal even iets meer close-up laten zien. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik denk dat vooral mijn vaste abonnees wel echt het verschil kunnen zien met mijn slechte wimpers. Normaal met een normale mascara en deze geweldige Too Faced mascara's. Als je mij zou vragen welke vind jij beter als je echt moest kiezen, dan ga ik voor de Damn Girl. Want die vond ik toch iets fijner ofzo. Maar ik vind deze ook echt geweldig. Ik vind ze echt allebei top. Oké. Dan nep wimpers. Er bestaat geen travel size van wimpers of wat dan ook. Dus ik gebruik gewoon normale wimpers. Ik gebruik mijn Lily Lashes in de stijl Carmel. En dan ben ik zo terug. Zo, daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. Voor mijn onderste wimpers heb ik de Too Faced Better Than Sex gebruikt. Omdat die andere is wel echt super groot voor de onderste wimpers. Dus deze was ideaal. Dan ga ik mijn gezicht bronzen met de bronzer die in deze set zit. Ik wist ook echt begon niet welke kleur dit zou gaan zijn. Dus we will see. Dit is de Too Faced Chocolate Soleil
bronzen. Heel erg schattig. Super klein. Het is een beetje een cool tone bronzer. Obvious heb je hem ook in het groot. In gewoon een normale compact. Maar dit is zo eentje die je gewoon zo kunt openmaken. Dat vind ik wel apart. En er zit 2,3 gram in. Dat is niet heel veel. Dit is mijn Sara Marie Cosmetics bronzerkwast. En dit is de bronzer. Die is gewoon kleiner dan de kwast. Maar goed, ik ga er gewoon zo een beetje zo in. Ik denk dat het enige wat ik niet in het klein per se zou kopen is een bronzer. Omdat ja, het is allemaal gewoon zo super klein en shit. Maar ja, aan de andere kant heb ik ook iets van ja, bronzer gaat wel echt super lang mee altijd. En het gaat vaak niet eens op. Dus misschien is het dan wel handig om een kleine versie te kopen. Deze bronzer is wel een beetje donker. Hij leek niet echt heel donker, maar hij is echt best donker. Op zich ja, vind ik dan wel, ja, vind ik dan niet echt een big issue. Maar just so you know, hij is een beetje donker. Ik vind het wel een mooie kleur. Ik heb een beetje overdreven bij mijn voorhoofd, maar oké. Ik had niet verwacht dat hij zo donker was. Maar ik vind de kleur wel mooi. Het is niet een hele super warme sunkist bronzer. Het is ook niet echt een hele grijze cooltone bronzer. Het is gewoon zo'n perfect mix. Het doet me een beetje denken aan de Fenty bronzer, maar dan iets heftiger. Ruikt hij nou echt naar chocola? Hij ruikt oprecht naar chocola. Oh mijn god, hij is zo cute. Oeh! Oh, ik hou echt van die geurtjes altijd. Oké, dat was misschien een iets te enthousiaste respons, maar oké. Als blush heb ik de mini versie van de Benefit California Blush. En zo ziet hij eruit van binnen. Ook met een mini kwastje erbij die ik eigenlijk nooit gebruik. Het is een beetje een roze gouden kleur. Ik heb hier ook de grote Benefit Cheek Leaders Palette. En daar zit hij ook in. Dus zo groot is hij dus normaal. En dit is hem in het klein. Dit was echt zo cute. Ze hadden zo hier mijn naam opgezet. Echt super leuk. Nou, van mijn gezichtkwasten set is dit de blush kwast. Nou, die is ook weer lekker groot. Ik ga wel echt heel eerlijk bekennen. Benefit blushes zijn niet echt mijn favoriet. Ik hou van heel veel producten van Benefit. Zoals die pen eyeliner die ik toen net heb gebruikt. Ik vind hun foundations echt geweldig. Hun Hoola bronzer, super mooi. Maar hun blushes vind ik altijd een beetje mooi. Ik vind ze altijd zo natuurlijk. Er komt altijd niet echt heel veel vanaf. En ik hou altijd van extreem shit. Maar ja, niet iedereen houdt daarvan. Dus het is echt een persoonlijke voorkeur. Dan pak ik weer mijn Too Faced poeder. En mijn mini beauty blender. En dan ga ik hiermee reversed contouren. Dus ik breng dit zo hier aan. En dan haal ik het er weer af met mijn kwast. En dan heb je hier zo die mooie lijn. Echt overdreven met die bronzer. Oh my god. Als highlighter heb ik de mini versie van de Becca highlighter. Becca highlighters schijnen super goed te zijn. Ik heb nog nooit iets geprobeerd van Becca. Dus ik ben benieuwd. En ik heb hem in de kleur Vanilla Quartz. Zo ziet hij eruit. Hij is super klein. Hij lijkt een beetje op een UFO. En dit is dan de kleur. En dit is dan... Hij viel compleet eruit. Oh my god. Nou mensen, hij is er gewoon letterlijk uitgevallen. Ik heb hem weer een beetje zo erin gedaan. Het is een hele lichte champagnekleur. Dat was ik aan het vertellen voordat hij eruit viel. Oh mijn god, Becca is best duur hè mensen. Dus ja, gelukkig heb ik de kleine. Dus ik heb niet superveel geld betaald. Maar dit zou eigenlijk niet mogen gebeuren. Maar goed, ik ga hem gewoon alsnog proberen te gebruiken. Van dezelfde gezichtsset gebruik ik de highlighter kwast. Zo, ik vind de kleur wel echt super mooi. Hij brengt ook heel smooth aan. Het is een beetje zo boterachtig. Niet zo heel poederig. Dat vind ik heel fijn. Dan blendt het zo mooi in je huid. Ik breng hem ook nog als extra aan. Zo hier in mijn binnenste ooghoeken. Voor een extra glow. Ondanks dat daar al oogschaduw zit. Voor de lippen heb ik twee mini lipsticks van de Douglas collectie. Ik heb er twee. Kijk hoe klein deze zijn. Dit is echt super super cute. Ik heb in twee kleuren gekocht. Omdat ik niet zo goed wist wat ik met mijn ogen ging doen. Dus ik dacht ik pak een felle kleur en een meer neutrale kleur. Hangt een beetje dan af van de ooglook welke ik ga gebruiken. Ik heb hier de kleur 8, Smile That Smile. En dit is een beetje een oranje rode kleur. Online leek hij een beetje oranje, maar hier in het echt is hij toch een beetje meer rood oranje. Een beetje rood met een oranje ondertoon. En dan heb ik hier de kleur nummer 2, Nudie Beige. Dat is deze kleur. Die had ik dus gekozen als een meer neutrale kleur. En dat is dus deze. Een beetje een roze nude kleur. Echt prachtig. Ze voelen allebei heel creamy aan. Zulke mini lipsticks zijn echt ideaal voor in je tas. En ik ga obvious voor de nude kleur. Want die matcht het beste met mijn ogen. Dus nummer 2 Nudie Beige ga ik aanbrengen over mijn hele lippen. En dan om het af te maken als laatste weer de MAC Fix Plus. En dan zijn we klaar. Nou mensen, wat een leuke video was dit. Oh mijn god, ik ben zo blij.
en positief erover. Ik ben altijd al heel blij, maar nou extra blij. Echt letterlijk, elk product was goed. Er was letterlijk niks hierbij waarvan ik dacht, oh mijn god, nee, niet kopen. Het enige wat dan minder was, was dat deze Becca highlighter kapot ging. Maar los van dat is hij wel super mooi. De glow is echt geweldig. Dit pakketje raad ik zeker aan, want mensen, hij is echt heel betaalbaar. En al deze producten zijn normaal echt super duur. Je hebt dan wel de kleine versies, maar dan alsnog. Let alleen wel goed op, de bronzer is best wel donker. Dus als je een hele lichte huidskleur hebt, gaat deze bronzer niet werken voor jou. Ik vind de lipstick van de Douglas collectie ook super fijn. Drie producten die ik echt zo fijn vond, die ik zeker wil halen in de grote versie, is de Damn Girl Mascara. Echt een toppertje. De Too Faced poeder is echt een wowie. Ik vind hem beter dan de Fenty poeder. En ik heb hier de Too Faced Hangover Primer. Is ook echt geweldig. Mijn gezicht ziet er echt top en top uit. Ondanks dat de concealer te licht was en de foundation te donker, is het toch allemaal wel goed gekomen, gelukkig. Dus ja, ik ben echt heel blij met alles. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Allebei is maar één klik en het is helemaal gratis. En je helpt mij er echt mee. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Ik kon pas even mijn tekst vergeten.